Op 8 januari 1740 kiest het VOC-schip de Rooswijkzee. Aan boord zeker 237 officieren, matrozen, soldaten en handelslui. Het doel van de reis is Batavia in Indië. En de lading een schat. 30 kisten met zilverstaven en 36.000 munten. Bestemd voor de VOC en bedoeld om de handel in de Oost op gang te houden. Maar midden op de Noordzee verlegde Rooswijk in een vliegende storm zijn koers richting Engeland. 3 dagen later wordt aan de Engelse kust bij het plaatsje Deal in het graafschap Kent een aantal wrakstukken gevonden. Van de bemanning en van de kostbare lading is geen spoor meer te vinden. Het was enorm pokkenweer. Er was storm. Het was zo koud dat het ijs op de zee lag. En die storm die heeft echt dagen en dagen en dagen lang heeft die plaatsgevonden. Maar men wist dat hier natuurlijk al die zandbanken lagen. De Great Ship Swallower wordt de Goodwin Sands ook wel genoemd. Waarom was hij dan toch zo dicht bij die kust? We kunnen ons ook wel voorstellen dat door die enorme storm het schip zijn zeilen naar beneden heeft gehaald en achter die zandbanken is gaan schuilen. Want achter die zandbanken, ja, zeker als je een noordelijke wind had, daar was het water een stuk kalmer. Maar ja, er liggen ook wel allemaal zandbanken. En dat zou er dus wel eens gebeurd kunnen zijn. Dat hij geprobeerd heeft om te schuilen. Maar goed, dat daarachter dus zoveel andere zandbanken lagen die onbekend waren. En dat hij daar dus op vergaan is. Je zou dan denken, zo dicht bij de kust, moet toch wel iemand het overleefd hebben. Maar veel mensen konden niet zwemmen. Dus de kans om te overleven was enorm klein. Het was dus ook alleen maar tot het moment dat er spullen aanspoelden aan de kust bij Deal, dat is hier iets verderop, dat men zag dat er een schip vergaan was. Want 250 man dood, maar ook een enorme hoeveelheid aan geld. En dat geld was o zo belangrijk om de mensen in Nederlands-Indië hun werk te laten doen. Om ze uit te betalen, om de goederen te kopen. En als dat niet aankwam, het was niet zo dat je maar eventjes een paar dagen daarna weer iets nieuws kon versturen. Ja, dat was dus een enorme ramp.